Je bent thuis aan het studeren, aan het sporten en aan het borrelen. Maar thuis een tentamen maken? Hoe zit dat? In een tentamenzaal let een surveillant op, maar die heb je thuis natuurlijk niet. Daarom wordt een deel van het surveilleren vervangen door software. Dit wordt online proctoring genoemd. In deze video leg ik je uit hoe online proctoring werkt, hoe het zit met je privacy en wat je rechten zijn. De software controleert of jij achter je laptop zit en niet iemand anders. Ook wordt jou gevraagd om je bureau of kamer te laten zien. Zo toon je aan dat daar alleen toegestane hulpmiddelen liggen. Tijdens het tentamen wordt er een opname van je gemaakt met je camera en microfoon. Op die manier wordt gecontroleerd dat jij niet communiceert met anderen of opvallend wegkijkt. Er zijn verschillende manieren waarop de beelden of opnames beoordeeld worden. Dit is afhankelijk van jouw onderwijsinstelling en de gekozen software. Zo kan het zijn dat er live wordt meegekeken, maar meestal wordt er een opname gemaakt. De controle van de beelden vindt dan achteraf plaats. Sommige systemen detecteren zelfs automatisch opvallend gedrag. De software bepaalt nooit of jij gefraudeerd hebt. Er is altijd sprake van een menselijke beoordeling. Bij online proctoring worden persoonsgegevens verzameld. En dat roept vragen op over privacy. Als een onderwijsinstelling gebruik maakt van online proctoring, dan moet de inzet ervan voldoen aan Europese en Nederlandse privacywetgeving. De softwareleverancier moet zich ook aan de privacyregels houden. Waar het bedrijf ook gevestigd is, als ze diensten leveren aan Nederlandse burgers, moeten ze aan Nederlandse wetgeving voldoen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de AVG. En dit moet je erover weten. Jouw onderwijsinstelling moet altijd de meest privacyvriendelijke optie kiezen. Denk aan een alternatieve toetsvorm, zoals een essay of een open boek tentamen. Pas als dit echt niet mogelijk is, dan wordt online proctoring overwogen. Je onderwijsinstelling mag de gegevens van online proctoring alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Als er gegevens over jou worden verzameld, dan kan jij je beroepen op je privacyrechten. Bijvoorbeeld het recht op informatie. Jouw hogeschool of universiteit heeft de plicht om jou op een begrijpelijke manier te informeren over wat er gebeurt met jouw gegevens. Dit vind je terug in een privacyverklaring. Hierin staat ook hoe je gebruik kan maken van jouw privacyrechten. Bijvoorbeeld het recht op inzage, het recht op rectificatie of het recht op verwijdering. Omdat online proctoring om veel uitleg vraagt, kan je vaak ook een FAQ op de website van jouw onderwijsinstelling vinden. Heb je dan nog steeds twijfels? Sommige onderwijsinstellingen bieden een opt-out. Dat betekent dat ze de optie bieden om niet mee te doen met het online tentamen. Dan krijg je bijvoorbeeld het tentamen in een andere vorm of kan je toch terecht in een tentamenzaal. Niet elke onderwijsinstelling biedt zo'n opt-out, maar je hebt wel altijd het recht om bezwaar te maken. Dit is relevant wanneer je te maken hebt met een onzekere of onveilige situatie thuis, of wanneer je geen toegang hebt tot een laptop of computer. Als je zorgen over privacy gaan, dan kan je bezwaar maken vanwege jouw specifieke persoonlijke omstandigheden. Heb je hier vragen over? Dan kan je bijvoorbeeld terecht bij de functionaris gegevensbescherming van jouw universiteit of hogeschool. Het is van belang om je bezwaren op tijd kenbaar te maken. Dan ga je samen met je onderwijsinstelling op zoek naar een oplossing. Ga jij een online tentamen doen met proctoring? Lees je in, laat je voorlichten over hoe het bij jouw opleiding werkt en stel vooral je vragen.